controle is in Berkelland gebleken dat 90 hectare van onze bermen in gebruik zijn genomen als agrarisch gewasperceel. Dit betekent een enorm verlies aan biodiversiteit en landschappelijke structuren. We zijn in Berkelland ook een pilot gestart, mede hierdoor. En in die pilot hebben we 10 brede bermen in Berkelland weer kadastraal uitgezet. We hebben ze ingezaaid met een kruidenmengsel om vooral de impact te laten zien van hoe de bermen er ook uit kunnen zien in tegenstelling tot deze bermen waarbij er geboerd wordt tot aan het asfalt. We zien hier een gemeentelijke berm. Deze hebben we ingezaaid en kadastraal uitgezet. Deze is 3 meter breed en bijna 200 meter lang. En eerder werd er geboerd tot aan die grote eiken die u daar ziet. Dus u kunt zich voorstellen wat een impact dit heeft op de biodiversiteit. Dit is goed voor insecten, als stapelvoedsel, goede schuilgelegenheden en nestmogelijkheden voor patrijs, gele kwikstaart en graspieper. Kijk, elzensingel. Deze elzensingel hier was het raster ook verwijderd. Er werd tussendoor geboerd, gemaaid, het drainage tussendoor gelegd en volledig bij het weiland aangetrokken. Maar nu is die weer netjes uitgerasterd. Er heeft weer een herplant plaatsgevonden. En kruiden en struiken krijgen zo weer een kans om zich in de houtsingel te vestigen, zodat er weer een lijnvormig element ontstaat. De gemeente Berkelland de groene handhaving naar een hoger niveau getild. In 1,5 jaar tijd hebben we nu 75 groene handhaafzaken. En deze handhaafzaken hebben allemaal te maken met het vergroten van het agrarisch gewasperceel. Dit is een goed voorbeeld van een landschappelijke inpassing. De laatste jaren hebben we bij de gemeente Berkelland alle landschappelijke inpassingen gecontroleerd. Na controle is gebleken dat maar 20% van alle inpassingen was uitgevoerd, 30% maar gedeeltelijk is uitgevoerd en 50% was er nog helemaal niets gebeurd. De helft van de inpassingen waren helemaal niet aangelegd. Daarom is het belangrijk om landschappelijke inpassingen te blijven controleren. Dit is een goed voorbeeld van de landschappelijke inpassing die wel in eerste instantie was uitgevoerd. Het is een struweelsingel van 300 bij 5 meter en een rij met knokwil. We zien hier een aangelegde structuurrijke houtsingel met 80% struikvormers en 20% boomvormers. Het is een gehele omzoming van het perceel. Het is eigenlijk zo dat als je een houtsingel of houtwal zo aanlegt met 80% struikvormers en 20% boomvormers, dat je voor de komende 10 tot 15 jaar dat je dit gerust kan laten groeien. Misschien wel dat je het 1 keer in de 20 jaar wat afzet. Want de noodzaak wordt vaak geboren als zeg maar, de struikvormers of boomvormers overkoken, zeg maar buiten dit element, dat agrariërs dan gekort worden vanuit RVO, vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dat is dan de bekende beschaduwing. En die willen agrariërs graag wegnemen. En daardoor is de noodzaak zeg maar, tot het vaker opsnoeien, opkronen, dunnen, dan feitelijk noodzakelijk is. Het college en de Raad van Berkelland hebben besloten om alle landschapselementen, bos en natuur, positief te bestemmen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Hiervoor moest een actualisatie plaatsvinden. Op deze foto zien we het verschil. De met rood omlijnde cirkels zijn de elementen welke erbij komen. En dit is ongeveer 1/3 van het totaal. En dat geldt ook voor het hele bestemmingsplan buitengebied. Een volledige inventarisatie en het positief bestemmen maakt bescherming, controle en handhaving van de groene wet en regelgeving efficiënter. Een toetsing van een WABO-vergunning vindt dan plaats aan de bestemming bos, groen landschapselement en of natuur en is feitelijk anders dan de toetsing aan de bestemming agrarisch of agrarisch gebied met landschapwaarde.
Daarmee kun je elementen beter beschermen. Het areaal is gewaarborgd.